Stavenisse is een klein dorpje op Tolen, maar met een rijke geschiedenis. En als er iemand veel betekend heeft voor dit dorp, dan was het wel de ambachtsheer uit de 17e eeuw. Met de prachtige naam Hieronymus van Tuil van Zeerooskerke. Welkom, kom binnen. En hier in de hervormde kerk staat nog steeds zijn grafmonument. En wat voor een. Hier ligt hij. Het doet mij een beetje denken aan een grote zeeheld. Ja, Michiel de Ruyter. Zijn praalgraf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Inderdaad, daar lijkt hij heel veel op. Want het is ook gemaakt door dezelfde maker, Rombout Verhulst. De Rembrandt onder de beeldhouders. En dit is eigenlijk zijn nachtwacht. Echt het topstuk van deze beeldhouwer. Hieronymus die was ambachtsheer van Stavenisse. Hij heeft heel veel betekend voor Stavenisse, omdat hij heel veel werken hier in Stavenisse heeft verricht. Een nieuwe haven heeft hij gegraven. Hij heeft een polder ingepolderd die naar zijn vrouw is genoemd, Margarethapolder. En hij heeft ook nog een heel groot slot hier gebouwd waar hij zelf ging wonen. Ja, en omdat hij zoveel betekend heeft voor Stavenisse, kreeg hij dit praalgraf waarschijnlijk. Nou, niet helemaal. Hij kwam hier eigenlijk helemaal niet vandaan, was geboren in Middelburg. Maar hij heeft zijn hart hier echt verloren en daarom wilde hij graag hier begraven worden in Stavenisse. En zijn vrouw heeft ervoor gezorgd dat dit praalgraf voor hem gemaakt werd. En dat heeft nogal wat geld gekost, dat is ook wel te zien. En daar moest ook speciaal nog een heel kapel voor gebouwd worden om dat aan de kerk te kunnen bouwen. Ja, het ziet er echt prachtig uit, maar toch is het beeld toe aan restauratie, want door de watersnood in 1953 is er zout in het beeld getrokken en het is nodig om dat te restaureren en dat eruit te gaan krijgen. Vandaag waren er nog mensen hier voor die restauratie voor te bereiden die ze dit jaar dan nog willen gaan doen. En die hebben ook nog eens benadrukt dat dit toch wel een van de mooiste beeldhouwwerken is van Rombout Verhulst. En dat dan in Stavenisse, daar moeten we echt trots op zijn.